Mijn naam is Idis Ramboer en ik ben voorzitter van de Raad van Bestuur van de verzekeringsmaatschappij Protect, die gespecialiseerd is in het verzekeren van de beroepsaansprakelijkheid van de architecten. We zijn hier vandaag op het architectencongres en men heeft mij gevraagd een korte toelichting te geven omtrent de schadelast en de schadegevallen van de architecten. Het is zo dat de architecten in het kader van hun beroepsaansprakelijkheid de meest gesolliciteerden zijn van alle vrije en intellectuele beroepers. Het is zo dat wij vaststellen dat op vijf polissen meer dan één polis belast wordt met een schadegeval. Namelijk 25% van de polissen worden per jaar belast met een schadegeval. Dat vind je in geen enkel ander vrij beroep terug. Bovendien stellen we vast dat om rendabel te zijn, dat de verzekeringsmaatschappijen een premie moeten heffen die veel, veel hoger is, die een multiplicator is van de premies die de andere vrije beroepers betalen. Ik geef maar een voorbeeld. Ik kan een huisdokter verzekeren voor 150 euro per jaar, daar waar een architect die enige activiteit heeft ongeveer 2000 euro betaalt per jaar.